Dit is NV Nederland. Een programma waarin we kennis laten maken met een economische regio in Nederland met potentie, namelijk Moerdijk. Dit haven- en industriecomplex ligt tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en beschikt met diepe wateren, goede wegen, spoor- en pijpleidingen over alle modaliteiten. De grote diversiteit aan bedrijven maakt Moerdijk een interessante economische partner. Aldus de commissaris van de Koningin van Noord-Brabant, Anja Maiwegge. Moerdijkse Hoek wordt helemaal nieuw ontwikkeld. Daar liggen geweldige kansen ook voor Belgische investeerders. En overigens hebben een aantal Belgische bedrijven zich ook al in die regio gevestigd. Wat kan de regio Moerdijk voor u betekenen? U ziet het in NV Nederland. Welkom op Moerdijk, een van de grootste industrieterreinen van Nederland. Om de 400 bedrijven in Moerdijk optimaal te laten functioneren, is het complex opgedeeld in verschillende thematische deelparken. Binnen de verschillende parken zijn sterke economische clusters actief, waarbij we vandaag een bezoek zullen brengen aan de clusters zwaar materieel, transport, logistiek en haven en energie. Door de komst van Ritchie Bros, 's werelds grootste veilinghuis en bouw- en grondverzetmachines, naar Moerdijk heeft de regio zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot hotspot in zwaar materiaal. Mede dankzij bedrijven als Conestra, handelaar in deze machines, neemt Moerdijk een zeer belangrijke rol in op de Europese markt. Conestra is een internationaal handelsbedrijf, voornamelijk in bouwmachines. Wat belangrijk voor klanten is om te weten, is dat wij een volledig geroutineerde werkplaats hebben, waarin alle denkbare reparaties en service aan machine uitgevoerd kunnen worden. Tevens, waar dan ook in de wereld, kunnen wij ook onderdelen voor de verkochte machines naleveren via onze dochteronderneming hier in het pand. Belgische klanten zijn uiteraard altijd welkom om machines aan Belgen te verkopen, maar ook van Belgische aannemers te kopen. Dat is wat we hier doen. Voor diegenen die het hoger opzoeken, is Crane Business een interessante partner. Crane Business importeert kranen van het merk Fushun uit China en bouwt daarnaast haar eigen merk Logicrane. Logicrane hebben we als firma ontwikkeld voor het, je weet de markt, alles wordt drukker, je hebt steeds meer files, je hebt snellere werken en wij hebben Logicrane ontwikkeld omdat je die op één auto kan vervoeren. Hij is compact, hij is sterk. In plaats van 3-4 auto's kan je deze op één auto vervoeren. Dat is eigenlijk de gedachte achter Logicrane. Wij hebben een exclusief importeurschap uit China van de firma Fushun. En die brengen we onder op de Europese markt. Wij geven service aan onze klanten, we maken afspraken en we komen ze ook na. Daarom hebben we veel vaste klanten. Iemand die bij ons iets koopt en die heeft nog een keer zo'n machine nodig, of uitbreiding of vervanging of extra klus, die komt altijd bij ons terug. Daar ben ik heel trots op. Eurosupply, leverancier van hoogwerksystemen, plukt naar eigen zeggen dagelijks de vruchten van haar ligging op Moerdijk. We zijn gevestigd op het industrieterrein Moerdijk. Ideale ligging tussen ons Nederlands en Belgisch werkgebied. En daar vandaan kunnen wij snel en adequaat onze machines leveren en onze service verlenen. De klanten van Eurosupply kun je vinden zowel bij bouw- en industriebedrijven. Daarnaast zijn we ook erg sterk vertegenwoordigd in onderhoudsbedrijven. Denk aan schilders- en schoonmaakondernemingen. En daarnaast zijn we gespecialiseerd in speciaal producten voor het gebruik op spoorwegen. En ga zo maar door. Er is eigenlijk geen grens te noemen voor de gebruikers van onze machines. Kenmerkend van Eurosupply is het klantgerichtheid, servicevriendelijkheid en bovenal snelle levering en een goede respons op uw vragen. Professioneel materieel vraagt om professionele dienstverlening. Rekamax is de bandenspecialist voor zware machines. De juiste bandenkeus is heel belangrijk. Het maakt het verschil tussen operationele betrouwbaarheid van zo'n machine, de levensduur van de banden onder zo'n machine. Als je de verkeerde band eronder zet, dan kun je je werk niet doen. Of je kosten per draaiuur worden ontzettend hoog. En dat zit hem alleen maar in de juiste toepassing van de banden. Rekamax doet eigenlijk alles wat noodzakelijk is in ons vakgebied. Wij adviseren, wij leveren, we leveren ook snel, vaak uit voorraad. We kunnen voor de klant ook de montage verzorgen, ook dat is heel specialistisch werk. En we zorgen voor de afkomende banden. Dat wil zeggen, we kijken of de afkomende banden, de gedemonteerde banden, nog een tweede leven kunnen krijgen.
kan dat niet, dan kunnen we de band ook milieuverantwoord afvoeren. Een andere uitdaging bij het gebruik van zwaar materieel is vervoer. Max Convoy is een transporteur die zich specialiseert in transport van heavy equipment. Max Convoy is gespecialiseerd in vooral hoge, brede, zware vrachten met diepladers en semi-diepladers. Wij onderscheiden ons in deze markt doordat wij op Spanje, Portugal heel veel rijden. Dus daar zitten we ook dagelijks met auto's op die route. En wij doen op- en overslag van machines doen we heel veel. We hebben loodsruimte om machines en materieel in op te slaan. Ja, dat is vrij breed hè, wat we doen. Moerdijk vervult een functie als logistiek knooppunt. Niet alleen door haar strategische ligging tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen, maar ook vanwege de goede spoorlijnen en diepe wateren. Alle redenen voor transportbedrijf Farmtrans om zich te vestigen in Moerdijk. Het grote voordeel van Moerdijk is met name de ligging. Hè. De ligging van Moerdijk tussen de havens Antwerpen en Rotterdam is voor ons toch wel een keuze geweest om hiervoor te kiezen. In 40 minuten staan wij in Antwerpen, in 40 minuten staan we in Rotterdam. Met onze producent in Lommel, daar staan we in een uurtje tijd. Dus Moerdijk is voor ons een hele bewuste keuze geweest. Wij werken onder andere voor de frietindustrie. We werken voor groenteverwerkers in België. We werken voor chocoladeproducenten en de bloemen- en plantenindustrie. Farmtrans onderscheidt zich met name door deze dual temp opleggers. Dus dat we voorin een stukje diepvriesgroente kunnen doen. In de midden kunnen we verse producten, mijnbaar planten met een temperatuur van plus 10. Daarachter kunnen we nog eens een keer chocolade stoppen met een temperatuur van plus 15. Dus eigenlijk een breed scala kunnen we aanbieden, zonder dat daar een complete vrachtauto naar toe hoeft. Ook Eurospan, specialist in groepage van en naar het Verenigd Koninkrijk, koos voor een vestiging op Moerdijk. Eurospan is een bedrijf dat van oudsher, dat is al een aantal jaren geleden dat we daarmee begonnen zijn, doen wij het transport naar Engeland. Wij proberen zoveel mogelijk zendingen te consolideren en alles naar één gebied in Engeland te brengen. Dat wil zeggen de groepagediensten naar Engeland. Wij kunnen ook loodshandelingen verrichten, opslag, overslag. We zijn in staat om containers in te klaren, te lossen. En vanuit onze eigen loods en faciliteiten kunnen wij ook diensten verlenen in heel Europa. In de transportsector betekent iedere minuut stilstand verlies. Gespecialiseerde bedrijven als Profile Tire Center DBS garanderen dat downtime tot een minimum beperkt blijft. De rol van Profile Tire Center DBS Moerdijk is eigenlijk uniek, omdat we natuurlijk logistiek gezien Moerdijk heel groot is. Daar wordt natuurlijk heel veel gebeurd, met name het rollend materieel, dus wat betreft de banden zeg maar. Dat is voor ons ook uniek, zeg maar. Wij kunnen elke band leveren voor elke machine. Zowel een vrachtauto of een heftruck of een shovel. Dat maakt Moerdijk natuurlijk uniek. Zeker de ligging en de groei die er is. De klant komt bij ons naar de vestiging. We adviseren een band. We monteren die band. We onderhouden die band. Door middel van de wagenparkcontroles, fietscontroles. Het eventueel repareren indien noodzakelijk is. En dan op tijd aangeven dat die band weer vervangen moet worden. Een ander cruciaal onderdeel van efficiënte logistiek zijn pallets. Mopel Pelletindustrie is een fabrikant, reparateur en handelaar in pallets. Het belang van de pallet in de logistieke keten is dat hij onmisbaar is bij productie, transport, opslag. Het belang van de pallet is gigantisch voor een klant. Zonder pallet geen productie, geen transport. Alles staat gelijk stil eigenlijk. Mobile houdt zich bezig met de inkoop, reparatie, verkoop van zowel gebruikte als nieuwe pallets. Anderzijds ook met het beheer van palletpools. We hebben 4 vestigingen, 2 in België, 2 in Nederland. Als de klant een probleem heeft, dan kunnen we dat snel oplossen. We kunnen eventueel snel naar een klant. Wanneer er nieuwe pallets geleverd moeten worden, zijn we weer snel ter plaatse. Dus de productie komt nooit stil te staan. Met een aantal grote terminals zoals CCT Moerdijk, is Moerdijk een belangrijke zeehaven met een diepte van 9 meter. Toch heeft het volgens directeur Udo Uiterwijk lang geduurd voordat ondernemers wisten dat Moerdijk over een zeehaven beschikt. Het is inderdaad zo dat ik denk dat bij onze participanten, ook bij de provincie, pas de laatste jaren is doorgedrongen dat men hier inderdaad een zeehaven heeft en dat dat een behoorlijke asset is, de enige zeehaven van Brabant. Dat die ook nog eens een keer uniek gelegen is tussen de grote mainports in. Inmiddels is dat besef er.
En ik hou er eigenlijk wel van om vooruit te kijken. Ook onze participanten zien de spectaculaire groei die Moerdijk doormaakt. En wij gaan gezamenlijk voort op die weg. De grote groei van de laatste jaren resulteert in de aanwezigheid van enkele sterke aan de haven gerelateerde logistieke dienstverleners. Een van deze dienstverleners is Securus. Securus is een logistieke dienstverlener. Die logistieke dienstverlening gaat tot het lossen en laden van containers en vrachtauto's. Het merken, het ompakken, het order verzamelen en alles wat er verder komt kijken in die logistieke dienstverlening. Securus heeft hier in Moerdijk de beschikking over gewone normale droge loodsen en een geconditioneerde loods op 7 graden Celsius. Daarnaast hebben we in België de beschikking over een droge loods en een diepvriesloods. We hebben ondervonden dat daar behoefte aan is en we zijn in die behoefte gedoken. Ook transport over water naar locaties als de Caribbean behoort tot de mogelijkheden. International Freight Consolidators is de logistieke expert voor vervoer naar dit gebied. Ze vervoeren diverse consumentenartikelen naar de eilanden, omdat deze heel afhankelijk zijn van import. De branches die wij bedienen, om het zo te noemen, is heel breed. Als je nagaat dat de eilanden in de Caribbean, en dat is natuurlijk de Antillen met name en Suriname, maar ook de andere eilanden, de Engelse eilanden, daar is heel weinig productie. Of het is heel kleinschalig. Dus de consument moet alles kopen buiten de eilanden. Elke Belgische ondernemer is welkom als klant van de IFC. Ook deze eventuele nieuwe klanten kunnen wij de service geven die hij vraagt. En als toekomstbeeld willen wij een distributiecentrum ook in gaan richten hier. Voor die ondernemer die dat wenst, waarbij wij dus een stuk logistiek uit zijn handen nemen. Door de enorme diversiteit vullen vele bedrijven elkaar aan. Zo maakt bijvoorbeeld IFC gebruik van de unieke lijndiensten van Nirit Shipping. Nirit Shipping onderhoudt een regelmatige lijndienst tussen Europa, Cuba en Canada door middel van 5 multipurpose schepen. Nirit heeft al 15 jaar ervaring scheepvaart naar Cuba en het Caribisch gebied. Een ander belangrijk aspect voor een exporteur naar de Caribbean is dat men ten alle tijde probeert om transshipment te voorkomen. Omdat transshipment in Jamaica en andere havens in het Caribische vaak voor vertraging zorgen. En Nirit is in de gelukkige omstandigheid om als enige rederij een directe afvaart naar Cuba te bieden. Moerdijk Cargo Services, ofwel MCS, biedt allerhande logistieke diensten aan en maakt daarbij gebruik van de lijndiensten van Nirit Shipping. Trucking, forwarding, internationale expeditie en met name ook opslag en overslag. De kracht van de Nirit Shipping groep is ten eerste een zeer gevarieerd servicepakket. Dat betekent dat we onderhouden lijndienst, zoals ik al gezegd heb. Naast die lijndienst, dus die scheepvaarttak, bieden we door middel van andere logistieke bedrijven binnen de groep, bieden we alle vormen van logistieke dienstverlening. En dat spreekt veel van onze klanten aan, omdat het niet ophoudt bij scheepvaart. Maar het woord logistiek zegt het al, dat behelst alle vormen van goederenvervoer, opslag en overslag. Wat voor het ene bedrijf afval is, kan voor een ander bedrijf een product zijn. Om vraag en aanbod in goede banen te leiden, heeft Moerdijk alle bedrijven op het gebied van milieu en energietechnologie verenigd in het Ecopark. Toonaangevend is de verbrandingsinstallatie van Slipverwerking Noord-Brabant, ofwel SNB. 4 verbrandingslijnen met een 5e in aanbouw verwerken op jaarbasis zo'n 400.000 ton slip, een restproduct van rioolwaterzuivering. De installatie van SNB is de grootste ter wereld in zijn soort. Wij vervullen een voorbeeldfunctie bij de verwerking van slip. Daarbij garanderen wij continuïteit in de slipverbranding, met maximaal respect voor mens en milieu, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Als grootste slipverwerker ter wereld en met meer dan 10 jaar ervaring in de slipverwerking adviseren wij bij een groot aantal projecten wereldwijd. Een belangrijke voorwaarde voor SNB is de professionele dienstverlening van de regio Moerdijk. Zo werkt SNB voor haar onderhoud onder andere samen met Conservator.
Conservator is een bedrijf die houdt zich bezig met de industriële reiniging. We werken voornamelijk voor afvalverwerkingsinstallaties en daarnaast voor chemische bedrijven en voor bijvoorbeeld stipverwerkingsbedrijven. Innovatie is belangrijk voor Conservator. We hebben een nieuw bedrijf, heet Online Cleaning. Het is een samenvoeging van het oude bedrijf van ons, ECT. En Online Cleaning kan, terwijl installaties in bedrijf zijn, een installatie reinigen. Dat betekent dat we een nog kortere doorlooptijd kunnen behalen. Bij veel van de op Moerdijk aanwezige procesindustrie speelt tijdsdruk bij onderhoud een grote rol. Ondernemers in de regio Moerdijk als MCS Klundert hebben zich hierin gespecialiseerd. Wij houden ons bezig met engineering, platenconstructiewerk, draai- en freeswerk, machineonderhoud en piping. De klanten van ons zijn hoofdzakelijk productiebedrijven. Voedingsindustrie, algemene industrie, als het maar productiebedrijven zijn, waar wij voldoende revisie- en onderhoudswerkzaamheden kunnen doen. Wij kunnen de klanten een compleet pakket bieden, vanaf engineering tot en met eindmontage. Dat is onze grote kracht. Tot slot is het volgens de commissaris van de Koningin, Hanja Maiwegge, helemaal niet vreemd dat Belgische en Nederlandse bedrijven elkaar graag opzoeken. We werken erg goed samen. Brabantse bedrijven zitten ook in de regio Antwerpen. Dus het gaat over en weer en we kunnen altijd erg goed met elkaar opschieten. We begrijpen elkaar goed. Er wordt nog goed warm geluncht in het Brabant. Dat zijn onze Vlaamse broeders en zusters gewend. En er kan ook nog een flink pilsje worden gedronken als er een mooi contract is gesloten. De cultuur van Brabant en Vlaanderen ligt gewoon heel dicht bij elkaar. Tot zover deze aflevering van NV Nederland. Voor meer informatie over de regio Moerdijk en aanwezige bedrijven kunt u kijken op nvnl.tv. In de volgende uitzending spreken we onder andere met Nederlands minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven. Het steekt mij wel eens dat zo gemakkelijk naar India en naar China gekeken wordt en dat niet gekeken wordt naar wat we met onze directe buren kunnen samenwerken.